Normaal rij ik tussen de vliegtuigen, maar nu vind ik me helemaal alleen hier op de rijbaan. Er is helemaal niemand. Ja, goedemiddag allemaal. We zijn compleet vanuit bagage. We hebben Amjit. Boven in de koepel hebben we Therese zitten. Welkom bij de briefing voor de late dienst. Het voelt wel raar als je nu op Schiphol komt, zeg maar, staan er meer vliegtuigen stil dan wat er bijna gevlogen wordt. Ja, dat is normaal gesproken natuurlijk volledig andersom. Ja, hier links zien we lege plaatsen waar normaal vliegtuigen naar binnen komen. Die worden dan geparkeerd. Nou, vandaag zijn er dan nog 350 vluchten, inkomend en uitgaand. En dat is ongeveer 20% van het normaal wat we doen op een dag. Ja, hier achter mij is een van de platformen waar we voor een langere periode de vliegtuigen kunnen parkeren. Ja, dat is natuurlijk uniek aan deze situatie en aan de crisis waar we nu in zitten, is dat er steeds meer vliegtuigen blijven staan en die moeten allemaal een plekje krijgen op Schiphol. Dat is best wel een puzzel die we elke dag moeten invullen. Waar gaat welk vliegtuig staan, voor welke periode, vergt wel een hele aparte aanpak. Normaal moet ik overal op letten of ik vliegtuigen van links en rechts of voor en achter zie komen. Ja, ik doe dat nu nog steeds wel omdat dat de gewoonte is. Alleen er taxiet op dit moment helemaal geen vliegtuig. Maar voor het parkeren van de vliegtuigen wijken we eigenlijk van alle regels af. We proberen ze nu op dit moment veel dichter bij elkaar te keren, dat we meer ruimte hebben. We parkeren ze op dit moment op Schiphol Oost, dus naast allerlei privéetjes. De gebieden voor de hangars worden benut. Daar proberen we ook dicht bij elkaar zoveel mogelijk vliegtuigen kwijt te kunnen. Nou, we zijn nu op het vrachtplatform. De situatie is dat we hier nu twee kleine passagiersvliegtuigen achter elkaar hebben geparkeerd. Dat was omdat er ruimtegebrek is en dat we natuurlijk volop aan het puzzelen zijn hoe we al die toestellen gaan parkeren. Er vliegen nog wel minder en minder passagiersvliegtuigen, maar wat wel gewoon door blijft gaan is toch wel de vrachtvliegtuigen. Ja, dat de vracht vooral blijft doorgaan is wel heel erg belangrijk. Dat ook de medische middelen die we nodig hebben om deze virus de kop in te kunnen drukken, ja, dat die ook in Nederland blijven aankomen. Volgende week gaan we over naar de unieke situatie dat we nog twee pieren blijven gebruiken voor de inkomende en uitgaande vliegtuigen. Pieren die we dus niet gebruiken, die gaan we inzetten voor het parkeren van vliegtuigen. Nou, wat uniek is aan deze situatie is dat er elke dag wel besluiten worden genomen die impact hebben voor Schiphol. Daar moeten we op inspelen. Iedere dag vraagt om een andere aanpak. Dat geldt eigenlijk voor het hele land en zeker ook voor Schiphol.